Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan we iets fucking vets doen. We gaan de motor pakken van cameraman Dave. En die staat op Motor City, want die heeft net een beurtje gehad. En dat is niet alles, want hij heeft ook spullen besteld. Waaronder een uitlaat, een windscherm en nog veel meer. Die gaan we allemaal monteren en we gaan kijken of we een wieltje op kunnen. Kijk mee in deze aflevering van Volgens met Joey. Nou mensen, hier zijn we en dit is cameraman Dave, zijn motorfiets. En ik ben al vergeten te zeggen, het is trouwens een nieuw exemplaar. Hij had een MT-07, hij is geüpgrade naar één broertje hoger en dat is de MT-09. Dit is hem, hij heeft net een beurtje gehad, we gaan hem ophalen. Maar zometeen loopt nog heel veel naar binnen om de spullen te pakken die hij besteld heeft. Als eerst een mooi shotje van de motorfiets. Welkom mensen bij Motor City. Hier zijn we dan. Kijk even met ons rond. We gaan het motorfiets checken. Dave, welke motor van alle motoren die hier hebben staan, vind jij de allerdikste motor die er is? De allerdikste? Wat er nu staat. Wat er nu staat? Hier. In Motor City, Amsterdam. Wat er nu staat, moeten we even naar boven. Top. Nou, misschien weet je het mooiste motor is. Die witte, daar achter jou. Deze? Ja. De RC8? Ja. 1190. Onder? Ja, standaard al zo goed als. Hier eronder, eronder. Je zit er echt letterlijk onder. Yo, ik was gewoon aan het zoeken al. Dat is wel echt een fucking Titanic uitlaat al. Hij is gigantisch. Nou lieve mensen, dit zijn de spulletjes die Dave besteld heeft. Een Vizzer kit voor zijn MT-09. En een MIP-tuning uitlaat sport, open pijp, acra, carbon, alles. En die gaan meenemen met de auto. Dave heeft nog meer spullen, die heeft hij al thuis liggen. Die gaan we nu monteren in de zaak. En laat vooral kijken, want daarna, als hij helemaal af is, gaan we luisteren hoe die klinkt. En natuurlijk kijken of hij wielen kan. Zo klinkt hij nu. Dat is niet normaal! Het beestje, hij staat klaar op zijn werkbrug. Ik ga ermee aan de slag. Ik ga even nu laten zien welke uitlaat Dave heeft gekozen. Die pak ik er even bij. Er zit een slok. Ik sta wel na te checken, ik ben dit niet gewend. Dit is een voor mij snelle motor. Ik had die Harley en ik heb KTM's gehad, maar dit is gewoon snel. Dit is een rappe motor. Maar goed, Dave heeft gekozen voor een MIP-uitlaat. En ik geloof, als ik goed heb gezien, dat het met een zwarte einddemper was. Echt, daar komt bij man. Wil je niet zien wat voor uitlaat is gekozen? Dan wil je kapot graag zien. Oké. Zie je als poef, een boxing of een MIP-uitlaat voor de MT-09 van Dave. Nou, daar gaan we. Allereerst het leukste onderdeel, het mooiste onderdeel. Bam! Wow! Wow! Het is echt een fucking dikke pijp. Carbon einddemper en tenminste carbon eindstukje en beginstukje. Kijk dan. Kijk eens naar de camera. Nee. Ja. Wel, is heel? Nee? Oh, het zit natuurlijk nog dB-keller. Eén dB-keller, dat is die hol. Even een close-upje van de uitlaat? Ja. Ik ben zo verschrikkelijk benieuwd naar het geluid zometeen. Echt waar. Mijn hele fucking handen. Fucking hell. Ik had tranen tot hier aan. Dus om te janken, nou maar ik ben echt serieus. Wat een power. Er zit nog wel een dB-kellertje in, we laten hem steeds natuurlijk erin. Heel misschien, als het geluid te weinig is, dat verwacht ik niet. Haal hem eruit. En voor de film zou ik dat graag doen, maar we doen het echt alleen in, bij noodzaak. Dat heeft mee te maken, er zit een popnagel in die heel diep zit. En het is heel lastig voor mij om die popnagel terug te krijgen. Dus het idee is, stel dat we die DB-keel eruit willen halen, dan boren we hem uit. En als we hem zouden willen terugzetten, dan wordt het boutje moeitje, niet met een popnagel. Nou, ik wil deze even veilig hier. Spulletje. We hebben nog een carbonnen klem voor de demper. En wat veertjes die we gaan monteren. Verder kijken, 3 pijpen. Allemaal hele mooie pijpen. Ziet er ook keurig uit. Ja. En nog een verdeelstuk voor de 3 pijpen. Wacht even. Fucking nice. Fucking nice. Moet je zien die joekel van de gat. Super man. Oh, het ziet er echt keurig uit. Heel mooi. Oké, dat is de uitlaat. Die gaan we als laat monteren dus. Ik heb hier nog wat meer spulletjes die Dave heeft besteld. Even kijken. Dit is volgens mij je windshield. Een heel kortje voor de voorkant. Oh ja, die snap ik wel inderdaad. Kijk hoe het eruit ziet. Oh ja, die is nice. Ja, dan maakt hem transformer. Ja, dan maakt hem wel wat bozer. Dit dik. Dat wordt het windshield. Die gaan we ook monteren. Nice. Dan hebben wij nog een motor tanktas. Van welk merk is dit? SW Motech. Ah! Sorry, het stond hier. Het is van SW Motech. We hebben een Super White Vision 130% superlamp. Dus je geeft een iets wittere gloed, verwacht ik. En meer lichtopbrengst. Dan hebben we nog dit ding. En Dave, jij mag mij vertellen wat dit ding precies is. Dat is een beetje de biel verpakte korte kentekenplaathouder. Aha, laten we eens kijken. Gaan we heel even uit de verpakking. Dit is hem, die gaan ze ook proberen te monteren. Er zijn een hele hoop onderdeeltjes, nou, een hele hoop uitlaatje. We moeten wel wat doen voor deze keer. En ik hoop dat jullie gaan genieten van deze film. Ik zal niet te veel zeggen tijdens de montage, want het is geen how-to. Het is vooral gewoon van checken, we gaan Dave's motor fucking vet tunen en dan het absolute eindresultaat. We gaan aan de slag, mensen. Die loopt. Afloop. Kijken of ik hem kan starten en dat het dingetje eraf vliegt, ja? Oké. hè? Ja, ja, het is gelukt. En wat een geluid. Nou, ik heb blij dat het gelukt heeft. Wat hebben we gedaan in deze aflevering volgens met Joey? We hebben de flyscreen gemonteerd, de korte achterspalbord met de tanktas. Die had ik net even afgehaald, dat rijdt lekker voor me, weet je, als je een beetje... En natuurlijk de uitlaat, hier, dit is de oude uitlaat. Deze is echt zwaar, vergeleken met dat ding natuurlijk, want je hebt dit allemaal niet bij die, alleen een mooie demper, maar die is gedeeltelijk van carbon, dus super licht. Het is echt... Die motor is gewoon echt beestachtig. Voor te stunten vind ik hem persoonlijk zelf te eng. Want er zit gewoon te veel... ik ben het gewoon niet gewend. Ik ben echt de 1-cilinder gewend. Dus KTM Dukes 3, 4. Maar dit... Dit gaat even boven mijn pet houden. Lieve mensen, ik dank jou wel voor het kijken naar deze video van Volgens met Joey. Blijf volgen op YouTube, Facebook, abonneer. Als je het leuk vond, doe even een likeje. En graag tot de volgende keer bij Volgens met Joey.